Ik ben Maurice Leekie en ik ga vertellen over de jonge schrijversavond in één minuut. Er waren 6 schrijvers vanavond. Yannick Dankeren, Frank Treur, Thomas Hirmer van Vos, Ellen Dekwiets, Charlotte van Zanten en Pepijn Lanen. En ik ga nu dus vertellen waarom je al deze boeken moet lezen. Pepijn Lanen heeft een verhalenbundel geschreven. Schemig komt uit op 13 november 2013. Dus die ligt straks in de winkels. Het is een verhalenbundel, allemaal absurde, fantastische verhalen met heel veel fantasie geschreven. Dat is echt een aanrader voor iedereen die fan is van Terry Gilliam, zal ik maar even zeggen. Dan hebben we Franke Treur. Franke Treur die is nu bezig met haar tweede boek. Haar eerste boek was Dorsvloer vol confetti. Dat gaat over een Zeeuws meisje die opgroeit in een gereformeerde achtergrond. Prachtig geschreven, beeldend teksten. En je maakt kennis met een Nederland wat je eigenlijk niet kent. Dan hebben we Yannick Dankeren. Yannick Dankeren heeft Maartse Kamers geschreven. Dat gaat over 2 80-jarige homoseksuelen. Die een hele mooie liefdesrelatie hebben. En het is een prachtige ode aan de liefde. Dan hebben we Thomas Hirmer van Vos. Thomas Hirmer van Vos heeft het boek Stern geschreven. Stern gaat over een basisschoolleraar die op een gegeven moment vervroegd pensioen wordt gestuurd. En dan zijn hele leven ziet veranderen. Dat is fantastisch op de huid geschreven en ook echt een aanrader. En een Dekwiets heeft een dichtbundel geschreven, De Steen Vreest Mij. Maar ze is ook bezig met romans. De Steen Vreest Mij is een dichtbundel over een familie die langzaam zeker verdwijnt. Enorm betekenisvol, enorm mysterieus geschreven. Een aanrader voor iedere poëzieliefhebber. Charlotte van Zanten heeft Tokyo, Ohio geschreven. En dat is een Nederlandse roman die zich in Tokyo afspeelt. Wat een zeldzaamheid is. En alleen daarom al de moeite waard om te lezen. Dit was de Jonge Schrijversavond in één minuut.